Ouderwets genieten, gezelligheid, uh, gewoon gezellig met een stel vrienden, een avondje uit, stappen, feestje bouwen. Uh, dat vinden wij passen bij een stukje ouderwets uh, genieten, wat wij hier in de dagelijkse uh, gang van zaken ook doen. Mensen laten genieten, verder met kinderen en dan op een avond ook een keer zonder kinderen. Wat voegt uh, klederdracht toe aan zo'n Oktoberfest? Om um eerlijk te zeggen niet zo heel veel. Uh, het brengt je misschien een beetje in de stemming. Uh, als je ooit in Duitsland en Bayern geweest bent, dan is dat een redelijke traditie om dat uh, daar te doen. Um, maar het moet geen verklepen tijdje worden. Als je gewoon in je eigen uh, uh, vrije tijdskleding uh, komt, is dat natuurlijk ook goed. Uh, ik zelf vind het wel een gimmick en wel een geinig iets. Uh, en daarom doe ik het. Oktoberfeesten staan ook bekend om uh, de grote hoeveelheden bier. Hoeveel liter bier verwacht u dat er doorheen zal gaan? Ja, het is moeilijk te zeggen. We hebben de grote pullen. Uh, we proberen dat uh, natuurlijk een klein beetje in de hand te houden. Natuurlijk wordt er alcohol geschonken. Uh, maar de nadruk ligt wel op een stukje gezelligheid. Uh, we hebben een goede DJ staan. Uh, en er mag lekker gewoon gefeest worden. En uh, als mensen Spijsblauw willen drinken, is dat ook prima. Wat is nou de hit om, los, uh, om op los te gaan dit jaar tijdens het Oktoberfest? Mensen hebben daar zelf een beetje de, de hand in. Er staan de grote bierpullen uh, op de discoboot. En daar kunnen zij zelf een, een briefje of een viltje instoppen met hun favoriete nummer. Uh, ja, uh, het zal een mix zijn. Het zal niet alleen maar de Duitse Slagers zijn. Het zal ook juist de, de, een leuke 80-jaren hitje zijn. Uh, zolang er maar lekker gedanst uh, kan worden. Uh, en wat de hit zal zijn, ik ga het je zaterdagavond vertellen.